De Verenigde Verenigd van de Sediksters. Rienk Westra wie een amateurfilmer die een soort filmsmaken had over zijn wemplak, zijn bierm, over zijn familie, zijn huishouding, het dwarslippen, maar al zijn evenementen. Maar ik maak er bedriegsreportages over het vak dat er in werkzaam weer. de ierappelhandel en export naar het buitenland. De mooiste opnames die de neffers mij makken had, wienen de unieke beelden van een tal Zeedijksters die, voor de opheging van de sediek naar delta hichte nog bij de Oude Zeedijk te houden. De Sediksters vormen een slattermeerskip van eerlingen, die het leven van alles dat de zee opjoeg. Te houden is een betere omschrijving als wijnje, want in al zijn nekende Jermoerden vielen ze haar net min om haar. In haar beroerde positie, dags veel meer te litten. Het levert fascinerend beeld op van een volkslijn vergeten woord, van mensen die door de verheging van de Sedik haar huizen oberutsen zagen en dwongen waren om naar de dwarpen te verhuizen En haar der stingen onwennig en midden mank een woord dat ze haar volkslijn net tusvielden, vielden, aan. Ja. Een goede omschuwing van de typische zeedikster cultuur, de Friske schreeuwer Watse Couperis in zijn roman Zwat maar Leeflijk. Couperus wie een master in het treffelijk typeren van de misstanden op het Frisker pantalon en de laan, begin 20e eeuw. En dan vooral die in de Friske bouwhoeken bij de Zeediklans. Hij wie in die zin een engagere schreeuwer avant la letteren, omdat er die misstanden trots zijn romans onder de aandacht brengen worden. Maar, waarom de Westra, die, van zover ik weet, als jenigste, zijn kans net zitten litten had om de meisken op bewegend beeld vast te lezen? De meisken die haar dwongen of vrijwillig afzonderen van de gewone maatschappij. In het Fries Filmarchief lezen meer dan 30 films van Ringens Westra, die binnen alle jaren digitaliseren en kunnen beschenen worden via de website van het Filmargief.